Goedendag, mijn naam is Michael Reumerman en ik ben arts klinisch farmacoloog. En namens Recipe Farmacotherapie bieden wij u de collegereeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. Vandaag in dit deel, deel 12 over atriumfibrilleren. Hier in de inhoudsopgave ziet u waar deel 12 atriumfibrilleren, hoe deze zich verhoudt tot de andere delen uit deze collegereeks. Laten we eerst eens gaan kijken naar wat atriumfibrilleren precies is. Nou, bij atriumfibrilleren hebben we het eigenlijk over twee belangrijke factoren die grote problemen kunnen geven of de symptomen kunnen veroorzaken. In eerste instantie, bij atriumfibrilleren hebben we het over dat het hart onregelmatig en vaak snel samentrekt, waarbij we dus een behandeling zouden moeten geven volgens het ritme en of de snelheid van het hart. Aan de andere kant hebben we een probleem, omdat door die onregelmatige samentrekking van het hart, er op sommige plekken in het hart, met name in het hartoortje, van het atrium, een bepaalde, eigenlijk het bloed niet goed stroomt en daardoor bijna stil blijft staan en daardoor propjes kunnen ontstaan in het atrium. Zolang die propjes in het atrium aanwezig blijven is het niet erg, maar op het moment dat die propjes kunnen doorschieten, kunnen ze bijvoorbeeld een CVA veroorzaken of andere trombotische events. Dus dit zijn de twee belangrijkste aspecten waarbij we bij atriumfibrilleren op moeten letten. Nou, wat is atriumfibrilleren en welke vormen kennen we daar dan van? Nou, binnen atriumfibrilleren kennen we 3 verschillende vormen. We hebben het paroxysmaal atriumfibrilleren, waarbij de aanval spontaan of via een interventie binnen 7 wordt teruggebracht naar een normale situatie. Daarnaast hebben we persisterend atriumfibrilleren. Dat is atriumfibrilleren dat langer dan 7 continu aanwezig is. En we hebben permanent atriumfibrilleren. Dat is eigenlijk persisterend, waarbij ook niet meer wordt gestreefd naar een sinusritme. Waarbij we dat hebben opgegeven, omdat dat voor verschillende redenen niet meer handig is om te doen. Nou, bij atriumfibrilleren moeten we het ook gaan hebben over de kans op het ontwikkelen dus van zo'n stolsel. En die kans die wordt berekend aan de hand van de CHA2DS2-score, die hier staat uitgeschreven. De CHA2DS2-score is een acroniem waarbij elke letter dan staat voor een eigenschap wat maakt dat iemand punten verzamelt. En hoe meer punten iemand heeft, hoe hogere kans is op een beroerte bij atriumfibrilleren. En hier ziet u die kans. Dus op basis van die eerdere tabel kan je berekenen hoe hoog je CHA2DS2-score is. En die staat hieronder aan weergegeven. En bij een CHA2DS2-score van 0, dus dat zijn hele gezonde jonge mannen, is de kans op een beroerte, als iemand niet behandeld wordt na 1 vrijwel 0. Naarmate de CHA2DS2-score hoger wordt, zie je dat die kans om binnen 1 een beroerte te krijgen steeds hoger wordt. En grofweg wordt er gezegd, de CHA2DS2-score van 6 of hoger, heeft iemand ongeveer 10% kans, als iemand niet wordt behandeld, om binnen 1 een beroerte te krijgen door het atriumfibrilleren. Dus om het even in perspectief te zetten, als we 10 patiënten hebben die 1 lang niet worden behandeld, dan heeft 1 van die 10 patiënten een beroerte, de 9 anderen hebben dat dan niet. Dit moeten we dus afwegen of iemand daarvoor antistolling moet krijgen. Aan de andere kant, als we het hebben over antistolling, hebben we ook een kans op het ontwikkelen van een bloeding. En om die kans eigenlijk te berekenen, hebben we een andere score. Die heet namelijk de Hasbled. En dit is ook weer een acroniem en dat staat voor een aantal eigenschappen waar ook weer punten aan worden verbonden. En naarmate iemand ook weer een hogere kans of een hogere score heeft, zo'n hogere Hasbled score, heeft iemand ook weer een hogere kans op bloeding. Dat staat hier weer gegeven. En hier staan de bloedingen niet in procenten, maar in de bloedingen per 100 patiëntenjaar. Dus met andere woorden, als iemand een antistolling heeft en een Hasbled score heeft van 5, dan ziet u dat ongeveer als iemand 100 jaar leeft met die antistolling, dat er ongeveer 12 bloedingen in die tijd aanwezig zullen zijn. Als iemand een Hasbled score heeft van 0,
dan zie je ongeveer dat iemand maar één bloeding heeft in die 100 jaren. Misschien valt het al op. Ook deze HALS-BLED-score gaat eigenlijk tot 9 punten. En de punten die horen bij een HALS-BLED-score van 6 of hoger, die staan hier eigenlijk niet aangegeven. En dat heeft er met name mee te maken dat onderzoek laat zien dat er niet zo heel veel mensen zijn met een HALS-BLED-score die zo hoog is. We vermoeden dat het hoger is dan de kans hoger is dan een HALS-BLED-score van 5, maar we weten het niet helemaal zeker. Als we nu iets weten over wat atrium fibrilleren is, welke problemen het kan geven en iets over de CHA2DS2-VASc en de HALS-BLED-score, is het goed om te kijken naar wat het therapeutische doel zou moeten zijn. In eerste instantie willen we dus dat een patiënt dat er voorkomen wordt dat iemand een trombo-embolie ontwikkelt. Daarbij is ons doel namelijk het verlagen van het ontwikkelen van een trombo-embolie, zoals bijvoorbeeld een herseninfarct, maar aan de andere kant willen we ook dat er zo laag mogelijk risico is op bijwerkingen en in het bijzonder op bloedingen. Daarnaast willen we ook dat mensen minder klachten krijgen. Deze klachten ontstaan met name door de snelle of onregelmatige ventrikelfrequentie. En daarom is ons doel ook het verminderen van de symptomen door het normaliseren van de ventrikelfunctie. Of dat we proberen die onregelmatige hartslag te conversie toe te passen waarbij we een sinusritme nastreven. Nou, naast die preventie van de tromboembolie en het verminderen van de klachten willen we ook secundaire preventie. En daarbij proberen we dus het cardiovasculair risico te verlagen, het voorkomen van micro- en macrovasculair lijden, waaronder hart- en vaatziekten, en proberen we ook het cardiovasculair overlijden zoveel mogelijk te voorkomen. Net als in de eerdere colleges zien we ook dat per doel er eigenlijk verschillende mogelijkheden zijn om dat doel na te streven. Laten we eerst eens gaan kijken naar wat de behandeling van de symptomen, wat we daarvoor kunnen doen. De behandeling van de symptomen, daar kunnen we naar verschillende dingen kijken. We kunnen kijken naar de hartfrequentie, om te kijken of dat een vermindering geeft van de symptomen. Of we kunnen kijken naar het herstellen van het ritme. En dan met name het herstellen na een sinusritme. De tweede gedeelte wordt vaak door de cardioloog gedaan. En wordt in de eerste lijn alleen aangeraden bij huisartsen die daar veel ervaring mee hebben. Dus eerst eens gaan kijken naar de verlaging van de hartfrequentie. Dan doen we dat bij patiënten die geen hartfalen hebben. Met name met metoprolol, beta-blokkers, zoals metoprolol of atenolol. En de tweede optie zou kunnen zijn met non-dihydropyridine calciumantagonisten, zoals bijvoorbeeld diltiazem of verapamil. Mocht dit onvoldoende werken of niet geschikt zijn, dan zouden we digoxine in standaard dosering kunnen starten. Of eventueel, als deze middelen niet voldoende werken, digoxine kunnen toevoegen daaraan. Bij patiënten met tekenen van hartfalen, daar wordt dan wel digoxine in standaard dosering aangeraden. Aan de tweede kant, als we kijken naar het herstellen van het ritme, dan kunnen we dit aan eerste instantie proberen middels een cardioversie. Dat doen we onder andere bij patiënten die symptomatisch en persisterend atriumfibrilleren hebben, die dan ook nog een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Echter, dit doen we alleen als patiënten voldoende ontstold zijn. Dat is de tweede stap, daar moeten we zo nog naar kijken. Maar dat kan dus niet bij iedereen. Daar moet soms eerst de antistolling worden opgestart. Dat kan via twee manieren. We kunnen dat elektrisch doen, elektrische cardioversie. Dat doen we dan onder sedatie of middels medicatie. Farmacologische cardioversie. Daarnaast zijn er nog middelen die we kunnen geven, die we standaard geven, die eigenlijk ervoor zorgen dat het hartritme zoveel mogelijk in een sinusritme komt. Dus het is niet echt een cardioversie, maar die zorgen er eigenlijk voor dat iemand chronisch wordt onderdrukt, dat iemand een onregelmatig ritme heeft. Ook wel de antiarritmica genoemd, zoals amiodaron, flecainide en sotalol. Ook over deze middelen gaan we het in deze college reeks niet hebben, omdat het met name thuis hoort bij de cardiologie. De tweede stap is bijvoorbeeld de preventie van de tromboembolie. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. In eerste instantie kunnen we dat doen via
DOACs, directe orale anticoagulantia, of via vitamine K-antagonisten, zoals acenecomrol of fenproquimon. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar cardiovasculaire risicofactoren. En deze kunnen we weer opdelen in twee groepen. In eerste instantie kunnen we kijken naar de leefstijl. En aan de andere kant kunnen we kijken naar het verlagen van andere risicofactoren. Als we kijken naar de leefstijl, is het belangrijk om te kijken naar het overgewicht. Want we weten namelijk dat overgewicht de kans op het ontstaan van atrium fibrilleren verhoogt. En ook bij patiënten die paroxysmaal atrium fibrilleren hebben, de kans op een nieuw ontregelde hartslag verhogen. Daarnaast weten we ook dat overgewicht het ontwikkelen van een tromboembolie, zoals een CVA, door atrium fibrilleren verhoogt en dat het overlijden bij atrium fibrilleren wordt verhoogd door overgewicht. Alcohol weten we ook dat alcohol de kans op een nieuw AF-aanval en de kans op bloedingen verhoogt en dat cafeïne in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet zorgt dat er meer aanvallen van atrium fibrilleren zijn, maar dat het gevoel van palpitaties wel beter wordt gevoeld bij patiënten die cafeïne gebruiken. Matig intensief bewegen is belangrijk, ook bij deze groep, omdat ze eigenlijk de nieuwe aanvallen van atrium fibrilleren verminderen. Heel intensief bewegen, zoals een marathon of een triathlon, en met name bij wat oudere patiënten, verhoogt mogelijk toch meer de kans op atrium fibrilleren. Dus matig intensief bewegen is belangrijk. Heel intensief bewegen wordt met name bij de ouderen wat meer afgeraden. Het verlagen van andere risicofactoren is het onder andere belangrijk om te kijken naar bijvoorbeeld hypertensie en diabetes. Dit zijn namelijk onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van atrium fibrilleren. Hypertensie geeft ongeveer 1,7 hogere kans dan patiënten die geen hypertensie hebben. En ook bij patiënten met diabetes is het 2 keer hogere kans dat iemand atrium fibrilleren krijgt. Daarnaast weten we ook dat ongecontroleerde hypertensie, dus hypertensie dat niet goed op de streefwaarde is, ook de kans wederom weer verhoogt op ischemische CVA's en ook op cerebrovasculaire bloedingen. En intensieve glucosecontrole geeft niet een additioneel effect op het aantal atrium fibrilleren aanvallen. Dus diabetes is met name geassocieerd op de ontwikkeling van atrium fibrilleren, maar niet op het aantal aanvallen. We weten ook dat slaapapneu een hele belangrijke factor is bij patiënten met atrium fibrilleren. Want 50% van de patiënten met atrium fibrilleren heeft slaapapneu. Ten opzichte van een vergelijkbare groep met risicofactoren die atrium fibrilleren heeft, is dat ongeveer 32%. Slaapapneu, op het moment dat je dat hebt, dan verlaagt dat ook de kans, de succeskans op elektrische cardioversie. Dus dat gaat minder, vaak blijft dat hangen in een sinusritme. En we weten ook dat de behandeling van slaapapneu, de effecten van atrium fibrilleren, met name de snelle polsfrequentie ook, meer doet afnemen. Atrium fibrilleren staat ook in nauw contact met hartfalen. We weten namelijk dat ontregelde atrium fibrilleren ook uiteindelijk kan zorgen dat iemand hartfalen heeft. Echt decompenseert op het atrium fibrilleren. Immers als iemand een hele snelle hartfrequentie heeft, dan zal ook het gedeelte van het bloed wat uitgeperst wordt relatief laag zijn. Dat noemen we dan eigenlijk ook het hartfalen. En vice versa ook, op het moment dat iemand hartfalen heeft, misschien wel uitgelokt door iets anders, kan dat ook bij patiënten die al atrium fibrilleren hebben, of die al meer risico hebben voor atrium fibrilleren, kan dat uitgelokt worden. Dus dat staat in nauw contact met elkaar. Het is dan ook goed om beide factoren goed te behandelen volgens de geldende normen en streefwaarden. En daarvoor verwijs ik u naar een eerder college waarbij hartfalen wordt besproken. Als we dan gaan kijken naar de argumentatie van de keuze, dan kunnen we eerst weer eens kijken naar de behandeling van de symptomen, hoe we dat het beste kunnen doen. Nou, daarbij benoemde ik al dat eigenlijk we met name beta-blokkers, non-dihydropyridine calcium-antagonisten en digoxine geven. Maar dan is de vraag, ja, waarom nou het een of waarom nou het andere? Nou, de beta-blokkers en de calcium-antagonisten, die zijn allebei negatief gonotroop en inotroop.
onotropie betekent eigenlijk dat iemand dat het invloed heeft op de hartfrequentie. Negatief gonotroop betekent dan ook verlaging van de hartfrequentie. Negatief inotroop betekent ook dat het negatief werkt op de kracht. Inotropie heeft namelijk te maken met de kracht van het hart. Dus beta-blokkers en calcium-antagonisten zijn negatief gonotroop, verlagen de hartfrequentie. Zijn negatief inotroop, ze verlagen de hartkracht. Dus met name die negatieve gonotropen is heel handig voor patiënten die een snelle volgfrequentie hebben. Negatief inotroop kan vervelend zijn voor patiënten met hartfalen. En daarom werd er net ook gezegd dat patiënten met hartfalen liever een ander middel hebben. En dat wordt dan vaak de digoxine. Want digoxine is wel negatief gonotroop, verlaagt de hartslag, maar het is positief inotroop. Het versterkt de hartkracht. Als we dan gaan kijken naar de veiligheid en geschiktheid van deze middelen, kijken we eerst eens naar de beta-blokker. Weten we dat deze middelen bij te hoge doseringen bradycardie kunnen geven, of orthostatische hypotensie waar we op moeten letten. En dat ze als contra-indicatie bijvoorbeeld ernstig astma hebben. Beta-blokkers vernauwen immers de bronchiën, of kunnen de bronchiën vernauwen. Met name de niet-selectieve beta-blokkers. En moeten we opletten op ernstige perifere circulatiestoornissen, omdat beta-blokkers ook vasoconstrictie kunnen geven. Daarbij moeten we ook beta-blokkers bij patiënten met een hooggradig AV-blok vanwege verdere escalatie daarvan proberen te voorkomen. Of eigenlijk niet voorschrijven. De non-dihydropyridine calciumantagonisten geven met name een verminderde inspanningstolerantie. Dat doen de beta-blokkers immers eigenlijk ook. En met name verapamil moeten we nog opletten omdat de kans op obstipatie sterk verhoogd is. De contra-indicaties van calciumantagonisten zijn met name de geleidingstoornissen, onder andere ook weer die hooggradige AV-blok, maar ook bij patiënten met hartfalen wordt het eigenlijk afgeraden. Non-dihydropyridine calciumantagonisten zijn sterke, of matig tot sterke remmers van CYP3A4 en geven daarmee onder andere interacties met bijvoorbeeld al simvastatine. De laatste, de hartglycoside, ook al de digoxine, daarmee zijn met name geleidingstoornissen wanneer we deze middelen niet mogen geven. En moeten we opletten bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen, omdat die digoxine vrijwel volledig renaal geklaard wordt. En wanneer een patiënt dus geen nierfunctie heeft, kan digoxine, de hartglycoside, niet worden geklaard en blijft het dus in het lichaam. Digoxine of hartglycoside geven ook een interactie middels NSAID's en ACE-remmers. NSAID's en ACE-remmers geven immers een verlaging van de nierfunctie en kunnen daardoor een verhoging geven van de hartglycoside. En dan kan iemand een verhoogde spiegel krijgen en daarmee een intoxicatie. Daarnaast weten we ook dat die hartglycoside interacteren met diuretica. Diuretica, met name de listdiuretica, kunnen hypokaliemie geven. En een hypokaliemie zorgt ervoor dat hartglycoside eerder toxisch worden. Daarbij moeten we bij hartglycoside sowieso ook, naast die renale klaring die bijna vrijwel 100%, dus die digoxine geeft vrijwel 100% renale klaring. En we weten ook dat de hartglycoside een hele smalle therapeutische breedte hebben. Dus daarmee moeten we extra voorzichtig zijn met die hartglycoside. En eigenlijk elke beïnvloeding van de nierfunctie of van de spiegel, die zal er al voor zorgen dat de hartglycoside of te hoog of te laag gedoseerd worden. Naast de behandeling van die symptomen is het ook belangrijk om te kijken dus naar die preventie van de tromboembolie. En daarvoor moeten we dus weer inzoomen naar het hart. Ik zei al, we kunnen een DOAC of een vitamine K-antagoniste geven om die stolsels in het hart te voorkomen. En daarvoor is het dus goed om je te realiseren dat de oorzaak van deze trombus of deze propjes niet gelegen zijn in de vaatwand. Er is geen vaatwandschade in dat hart aanwezig, zoals bijvoorbeeld bij aterosclerose. Deze propjes ontstaan omdat het bloed niet goed kan circuleren, niet goed kan rondgepompt kan worden, omdat het hart onregelmatig en ook niet volledig samentrekt. En dat wordt dus de propjes ontstaan door stase. Stilstaand bloed in het zekere hartoortje van het atrium. Dus hierdoor geven we geen primaire hemostase remmers, maar geven we met name secundaire hemostase remmers. Dus zowel
de non-atherosclerotische vaatlijnen. Als we dan gaan kijken naar de effectiviteit tussen DOAX of vitamine K-antagonisten, dan is er vanuit het verleden zijn we eerst altijd gestart met vitamine K-antagonisten. Vitamine K-antagonisten weten we dat ten opzichte van placebo 64% reductie van een herseninfarct ontwikkelt en daarmee ook 26% reductie in mortaliteit. Dus patiënten krijgen er minder infarcten van en ook 25% minder mortaliteit. Nadat die vitamine K-antagonisten op de markt kwamen, kwamen de DOACs op de markt. En er zijn eigenlijk geen studies die laten zien dat de DOAC beter werkt dan vitamine K-antagonisten. Maar er zijn wel non-inferiority trials gedaan. Die eigenlijk laten zien dat een DOAC niet slechter af is dan een vitamine K-antagonisten. Maar wat ze dan wel voor verschillen zagen is dat bij het gebruik van DOACs er minder beroertes waren. 19% minder ten opzichte van een vitamine K-antagonist. En met name veel minder bloedingen. Daarnaast zagen we ook dat bij DOACs er minder sterfte optrad en met name sterfte door alle oorzaken. Dus dat is niet per se sterfte door het infarct, maar ook door andere oorzaken gaan mensen minder snel dood. Wat we wel zagen bij een DOAC is dat er over het algemeen meer gastro-intestinale bloedingen, zoals bloedend maagulcus, ontstonden. En dit is met name te verklaren doordat die DOACs eigenlijk al op het moment dat ze stollingsfactoren tegenkomen, dus bijvoorbeeld ook al in de maag, in het maag-darmkanaal, meteen al werken. Die vitamine K-antagonisten, die werken pas nadat ze in de lever de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren hebben geremd. Dus op het moment dat dat vitamine K-antagonist tabletje in je maag zit, werkt het nog niet. In tegenstelling tot de DOACs, die eigenlijk dus al meteen, als ze in het gastro-intestinale systeem zitten, al meteen werken. En naast deze effectiviteit is het ook altijd belangrijk om te kijken naar de veiligheid en de geschiktheid van deze middelen. En in het bijzonder bij deze bloedverdunners. En daarmee moeten we dus eigenlijk een afweging maken tussen aan de ene kant de CHAS-VAS score en aan de andere kant de HAS-BLED score, waar ik zo op kom. En in principe zeggen we dat die CHAS-VAS score dus het risico op een infarct bepaalt. En daarom zeggen we dan dat je eigenlijk een antistolling moet overwegen bij patiënten, bij mannen met een score 1 of hoger en bij vrouwen 2 of hoger. Dit verschil tussen man en vrouw heeft ermee te maken dat in die CHAS-VAS score ook het geslacht vrouw wordt meegenomen als een punt. En bij hele lage risico's, dus bij een lage CHAS-VAS score, telt dat punt van die vrouw veel minder mee. Maar met name als die CHAS-VAS score hoger wordt, dan zien we dat punt van die vrouw meer mee zou tellen. En daarnaast wordt er gezegd dat bij iedereen met een score 2 of hoger, dus bij mannen met een score van 2 of hoger of een vrouw 3 of hoger, er sowieso antistolling gestart zou moeten worden. Of een DOAC of een vitamine K-antagonist. De HAS-BLED score daarentegen bepaalde dus het risico op bloedingen. Het is je goed je realiseren dat normaal gesproken die CHAS-VASc en die HAS-BLED scoren als een soort weegschaal in balans zou moeten zijn. Echter, die HAS-BLED score is niet gemaakt om te zeggen, oké, als die HAS-BLED heel hoog is, dan zou je maar moeten stoppen met de antistolling. Als die HAS-BLED score heel hoog is, dan moet je namelijk de modificeerbare factoren uit die HAS-BLED moeten we proberen zo goed mogelijk aan te pakken. En dat is dus pas in een uiterste geval eroverwegen om de antistolling te stoppen. Ja, dus die HAS-BLED score is belangrijk om modificeerbare factoren aan te pakken, maar niet direct om de DOAC of de vitamine K-antagonist te stoppen. Als we dan specifiek gaan kijken naar de veiligheid en geschiktheid, dan zien we dat die DOAC's, dat we met name op moeten letten op gastro-intestinale bloedingen. En in het bijzonder omdat ze nog meer bloedingen geven dan een vitamine K-antagonist. En de contra-indicaties zijn dan patiënten die al een actieve bloeding hebben. Ook bijvoorbeeld patiënten met een trombocytopenie. Of bij patiënten met een kunstklep of een maligniteit. Op dit moment weten we nog niet goed genoeg
of die DOACs bij deze patiënten nou goed gaan werken. De kosten van de DOACs zijn over het algemeen hoger dan die van de vitamine K-antagonist. Maar bij de behandeling van de vitamine K-antagonist moet je ook de kosten voor de trombosedienst meerekenen. En als je dit met elkaar afweegt, dus een DOAC zonder trombosedienst versus een vitamine K-antagonist met trombosedienst, dan is een DOAC over het algemeen iets goedkoper. Bij de vitamine K-antagonisten moeten we over het algemeen opletten op de bloedingsrisico. En de contra-indicaties zijn dan vergelijkbaar met die van een DOAC, namelijk een actieve bloeding of een trombocytopenie. Maar de vitamine K-antagonisten geven veel meer interactie. En dus onder andere al met vitamine K bevat in de voeding, zowel bladgroenten, spinazie, waar veel vitamine K in zit. Dat kan de dosering van die vitamine K-antagonisten en dan ook daarmee gekoppelde INR enorm beïnvloeden. Daarnaast weten we dat vitamine K-antagonisten veel CYP-interacties hebben. Onder andere bijvoorbeeld met het antibioticum cotrimoxazol. Maar eigenlijk ook met heel veel andere azolen, antischimmelmiddelen. Verder weten we dat vitamine K-antagonisten enorm worden beïnvloed door kortzende ziekte. Dus als iemand ziek is en niet per se antibiotica daarvoor krijgt, maar gewoon de inflammatie, die zorgt er eigenlijk al voor dat die vitamine K-antagonisten enorm gaan schommelen en in INR. Daarnaast de vitamine K-antagonisten, dat zijn gewoon tabletten, maar de trombosedienst bepaalt hoeveel tabletten iemand moet innemen. En daarom kan het wat lastiger zijn, met name voor wat patiënten die hier minder goed mee om kunnen gaan met die wisselende hoeveelheden tabletten. In het bijzonder patiënten met een dementie. En daarbij is het dat een vitamine K-antagonist regelmatige INR-controle nodig heeft. Wat het weer extra lastig maakt om dit juist in te stellen. Ja, wat bij een DOAC in principe niet het geval is. Dan krijg je één dosering en die gebruik je de rest van je leven. Nou, naast de preventie van de tromboembolie is het dus ook goed om te kijken naar de onderliggende oorzaak. Waarbij we dus de leefstijl en het verlagen van andere risicofactoren bekeken. Bij de leefstijl is het dus belangrijk om naar die leefstijlfactoren die eerder zijn besproken, om die overal bij de patiënt toe te passen waar die nog van toepassing zijn. Andere risicofactoren die aangepakt moesten worden, daarmee wil ik u vooral verwijzen naar eerdere colleges zoals hypertensie, diabetes mellitus type 2 en hartfalen, omdat daar de informatie voor deze specifieke risicofactoren uitgebreid in naar voren komt. Naast de argumentatie is het ook belangrijk om te kijken naar de informatievoorziening. Wat moet ik nou aan een patiënt meegeven? In eerste instantie is dat belangrijk om te benadrukken dat die gezonde leefstijl heel erg belangrijk is om het aantal aanvallen en ook de complicaties van atrium fibrilleren, dus onder andere ook het beroerte, zoveel mogelijk proberen te voorkomen. De klachten die ontstaan bij atrium fibrilleren, de hartkloppingen, de gejaagdheid en de vermoeidheid, die worden dus met name veroorzaakt door het onregelmatige en of snelle hartfrequentie. En dit is de reden dus ook dat we een hartfrequentieverlagend middel geven of een middel geven dat met name dat ritme van het hart weer in een sinusritme gaat proberen te krijgen. Nou, daarnaast weten we dus dat patiënten met atrium fibrilleren en in het bijzonder ook patiënten met paroxysmaal atrium fibrilleren, waar het dus op en af komt, gemiddeld 5 keer een verhoogd risico hebben op een trombo-embolie. Dit risico is dus erg afhankelijk van die CHA2DS2-score, maar gemiddeld is het ongeveer 5 keer verhoogd risico ten opzichte van een patiënt die dat niet heeft. En dit is de reden waarom patiënten levenslange indicatie hebben voor een bloedverdunner. Laatst is het ook belangrijk om die paroxysmaal atrium fibrilleren met een hoge aanvalsfrequentie en veel klachten, dus veel kwaliteit van leververlies, dat we die kunnen verwijzen naar de cardiologie voor een cardioversie, elektrisch, al dan niet medicamenteus. Maar daarbij moeten geen garanties worden gegeven dat iemand in een sinusritme blijft. Bij sommige patiënten komt dat op en af, waardoor die cardioversie eigenlijk vaker gedaan moet worden. Naast de informatievoorziening is het ook altijd goed je te realiseren dat de behandeling die je start gecontroleerd moet worden. En daarbij zeggen we dan ook dat de patiënten met een DOAC goed de nierfunctie in de gaten gehouden moet worden. En in het bijzonder dat, dat de nierfunctie bepaald moet worden voordat we starten met een DOAC.
In het bijzonder voor de rivaroxaban die bij een sterk verlaagde nierfunctie anders gedoseerd moet worden of eventueel helemaal niet gedoseerd kan worden. Bij digoxine dient het EGFR en het kalium bepaald te worden voor aanvang en eventueel ook bij ophogingen. Daarnaast is het belangrijk elke week de ventriculfunctie, niet de ventriculvolgfrequentie, te controleren totdat er een bevredigend niveau is behaald. En dat is over het algemeen dat de ventriculfunctie onder de 100, dat de pols eigenlijk onder de 100 aanwezig is. Maar waarbij ook een patiënt geen klachten meer ervaart. Elke 2 weken is het belangrijk om te controleren op bijwerkingen van de medicatie die gestart is. En overweeg eventueel bij langdurig gebruik om te stoppen met de antistolling in deze situaties. Namelijk indien iemand een geringe geschatte levensverwachting heeft. Of als iemand ernstige bloedingscomplicaties heeft. Dus op het moment dat iemand acuut bloedt ergens. Dan kan overwegen worden tot nader orde of tot de rest van het levensduur te stoppen met met de antistolling. Eventueel op het moment dat iemand hemodynamisch instabiel is, dus bijvoorbeeld bij een acute cardiale instabiliteit, bijvoorbeeld met acuut coronair syndroom, of als iemand hartfalen ontwikkelt door het angina pect of door de atrium fibrilleren, dan kunnen patiënten worden verwezen. Ook bij nieuw vastgestelde atrium fibrilleren binnen 24 uur, die heel hinderlijke klachten geven, dan kunnen ze worden verwezen naar de cardiologie voor een cardioversie. Indien de ritmebehandeling overwogen wordt, hè, dus waarbij iemand dus echt elektrisch dan wel medicamenteus cardioversie zouden krijgen of antiarritmica voorgeschreven kunnen worden. Bij patiënten die een absolute contra-indicatie hebben voor anticoagulantia of bij patiënten die onvoldoende daling van de volgfrequentie hebben bij 2 middelen, dus die bij beta-blokker, calciumantagonist en digoxine onvoldoende daling hebben van de volgfrequentie. Daar zouden we nog kunnen doorsturen, omdat de cardiologie nog andere medicatie in petto heeft die volgfrequentie nog verder kunnen verlagen. Nou, ik hoop u het een en ander te hebben verteld over het atrium fibrilleren en dat u een goede keuze kunt maken voor de behandeling van de klachten en voor de antistolling. En ik hoop u in de volgende deel van deze college reeks nog een keer te horen. Fijne middag.